Hi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Pipelines Modelbouw en Hobby. In deze video gaan we weer eens een kijkje nemen naar de grote echte treinen. Ook dit jaar hebben wij weer de nodige mooie nieuwe opnames gemaakt op verschillende plekken in het land. Maar ook maken we straks nog een klein uitstapje naar Bad Bentheim in Duitsland. Kortom, gewoon weer vele mooie beelden om eens goed voor te gaan zitten. Deze video beginnen we dan ook in Zwolle bij de brug over de IJssel. Heel veel kijkplezier! En dan hebben we ook nog een paar opnames gemaakt in de omgeving van Meppel, al waar we een DDZ en een ICMM voorbij zien komen. En dan zijn we ook nog in de Bollestreek geweest. Helaas was het op deze dag wel een wat grijze dag. En dan zijn we in een oogwenk bij Hoog Karspel, waar een SLT het station verlaat in de richting van Hoorn. En op dezezelfde dag dat wij in de Bollestreek zijn geweest, zijn we ook nog op de Veluwe geweest, waar we nog een paar mooie opnames gemaakt hebben en weer diverse leuke treinen voorbij zien komen. En daar zijn we aangekomen in Enschede, ter hoogte van de Waterloop, waar we een DDZ en een blauwnettrein voorbij zien komen. Even later zullen we ook nog een blauwnettrein zien bij de wijk Twekkelenveld in Enschede. En dan zijn we aangekomen in Bad Bentheim, het kleine uitstapje naar Duitsland. Het is toch wel een mooi uniek station. Hier vinden we vele diverse treinen. Zo komen de Nederlandse treinen hier onder de bovenleidingsdraad binnen en de Duitse treinen, want dit hele station kan ook geschakeld worden op twee spanningen. Er is altijd wel wat moois te zien in Bad Bentheim en dat zullen we in deze video dan ook nog heel uitgebreid terug gaan zien.
dat er allemaal verschillende mooie locomotieven als treinen in dit station voorbij komen. Wat ook zeker leuk is om te zien, is dat de internationale trein naar Berlijn hier altijd nog binnenkomt. Met een 1700 die dan vervolgens omgewisseld wordt met een Baureihe 101 van de Duitse baan. Altijd weer indrukwekkend om te zien en het zal ook niet heel lang meer duren en dan is dit ook allemaal voorbij. En natuurlijk zien we ook de Bentheimer IJzerbaan in Bad Bentheim, die hun dienst doen tussen Bad Bentheim en Coevorden. Alsmede de Euregiobaan, die hun diensten doen tussen Hengelo en Bielefeld. En dan nog zo'n bijzonder transport. We zien hier een militair transport met allemaal oude militaire voertuigen van ons Nederlands leger. Ze zijn ontdaan van alle kenmerken en kentekens en zijn onderweg naar het front bij Oekraïne.
En zo is op station Bad Bentheim aan de westzijde altijd wel iets te zien qua mooie, unieke Nederlandse locomotieven, zoals we dat hier nu ook op beeld zien. En zoals in deze video te zien is, zijn er een behoorlijk aantal diverse varianten van de NS1600 en 1700 tegenwoordig te zien op de Nederlandse sporen. Maar zijn we ook wel eens benieuwd wat jij de mooiste variant vindt die er tegenwoordig rondrijdt? Laat dat eens weten in een reactie hieronder. En dan zijn we hier bij de grensovergang ter hoogte van de Lutte. Waar het Duitse spoorwegnet overgaat in het Nederlandse spoorwegnet, waarmee we ook weer terug zijn in Nederland. Mocht je eens een keer treinen gaan spotten, dan is de Twentse omgeving echt prachtig. De natuur is mooi, het is rustig en er komen ontzettend veel diverse treinen voorbij. Dus altijd raadzaam om eens een keer te gaan spotten in het mooie Twente. En dan zijn we ook bijna aan het einde van deze video, maar niet voordat we hebben gekeken naar een Vectron die de Berlijntrein trekt. En dan zijn we ook echt aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie het weer een ontzettend leuke video vonden. Zo ja, laat dan zeker nog even een duimpje achter. Heb je nog vragen of opmerkingen over deze video? Dan kun je die achterlaten in een reactie hieronder. En ben je nog niet geabonneerd op ons YouTube kanaal? Vergeet dat dan ook zeker even niet te doen. Want dan ben je namelijk altijd weer op de hoogte van onze nieuwste video's. En dan zeg ik voor nu, graag tot ziens en tot de volgende keer bij Pipelines, modelbouw en hobby.